Kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien de Remus. Jawel, we gaan weer vandaag dus een wedstrijdje pimpompet spelen. Het is de letter N geworden, de letter N van Nico. Maar die hebben we al zo vaak gehad, dus we gaan die nog eens lekker laten draaien. En de A hebben we oma pas gehad, dan gaan we eens lekker draaien. En nu zitten we op de letter R. De R van Reebok. Oké. Iets dat je in de snackbar koopt. Met de letter R. En iets dat je in de auto doet. Met de letter R. Ho. Iets wat je met de auto doet. Allee, kom, met de letter R. Zo simpel als iets. Zo simpel als iets, dames en heren. Jawel. Ik ga me nu mijn schoentjes zoeken. Fuck, mijn schoenen zoeken. Oei, oei, oei. Ah, die staan daar. Hé, hey, schoentjes. Je gaat hierbij lekker mijn voetjes verwarmen. Hoela, hoela. En ja, dames en heren, jullie zien het. De computer staat niet aan, dus ik ben nog niet beginnen de vlog van gisteren in elkaar te steken. Sorry daarvoor. Die gaat ook weer helemaal te laat online zijn. Ik hoop van niet. Ik ga jullie een verdieping lager maken. Voilà. Ik hoop van niet. Ik heb hier al wat maagpijn. Ik snap dat dus niet. Hè. Ik snap dat dus niet. Ik heb dat dus echt regelmatig de laatste tijd terug. Voilà. Ik ga jullie laten. Ik ga nog gewoon naar de kleine kamerke toe. Mijn tandjes nog gewoon poetsen. En dan vertrekken naar mijn wijk toe. Jojojo. Zo mensen, het is tijd voor de podcast tijd. Samen met EXO. Ga ik dat doen dus. Jammer genoeg is hem niet afgekomen. Dat vind ik wel een klein beetje wel jammer. Omwille van, als ik iets wil doen, wil ik dat dat hier ook rond de tafel gedaan wordt. Dus met een microfoon en al. En dat we dan samen dingen kunnen bespreken. Voilà, ik ben nu eens even ook eens aan het kijken naar mijn drivers. Drivers ben ik nu heel snel nog aan het updaten. En dan kunnen we de podcast opnemen. En dan ook aan jullie toe. Hallo kijkers en welkom weer al op een, normaal gezien op een podcast. Maar er is een podcast opgenomen en daar zit hij in maar. Jullie hebben misschien ook het GoPro beelden gezien dat ik daar EXO aankondigde. We hebben ook een podcast opgenomen, ik en EXO. Oké, het was ook heel leuk en al. Maar het probleem is, we zijn heel fel, richting privé gegaan. Dus ik heb mijn ouders erbij gehaald, ik heb mijn vrienden erbij gehaald, wat eigenlijk ook niet de bedoeling is. Ik heb bepaalde dingen ook slecht gezegd in mijn podcast. Ook over. Ik wil nog wel eens ooit een nieuwe podcast opnemen met jou, EXO, als je dit bekijkt. En je denkt nu van: what the fuck? We hebben toch een uur zitten op te nemen. Ja, we hebben een uur zitten op te nemen, EXO. Maar het is gewoon iets te veel privémomenten ook geweest. Waar eigenlijk niet door de beugel kon. Maar eigenlijk niet eigenlijk online moet komen. Ik zal het zo zeggen. Dus normaal gezien had ik een hele lange vlog van 1 uur en 11 seconden, mensen. Dus met een beginbeeld. Dus mijn eerste beginbeeld hebben jullie ook gezien. Dan heb ik ook een aankondiging gedaan ook met EXO via mijn GoPro. En daarna heb ik dan via mijn webcam, waar ik nu ook weer op bezig ben, de podcast opgenomen. Maar er zijn dingen gezegd geweest, wat niet gezegd mogen worden.
Of eigenlijk mag het wel gezegd worden, maar dan gewoon naar de persoon zelf toe en niet openbaar. Ik vind het een klein beetje jammer dat het eigenlijk zo is verlopen. En ik ga er voor de volgende podcast er 100% ook aan mee opletten. Ik hoop dat er ooit dan ook een admin mij aan de zijde gaat staan en mij ook een klein beetje gaat controleren van Dimitri, dit niet, als je dit hoort, dan, ja, dan betekent dat van oei, ik ben iets wel iets verkeerds aan het zeggen wat eigenlijk niet openbaar mag. En je gaat er dan ook misschien zien dat er dan ook wel in mijn filmpje is in geknipt. Dus, nogmaals, mijn excuses naar EXO toe dat het niet online staat. Maar EXO, het was wel leuk. Het was gezellig. Het was is op een rustige manier dat er is gepraat. Dus gewoon niet met geroep en getier. Waar ik ook soms naar de admins toe. Zo gelijk naar TC toe of naar jouw EXO toe of ja, vroeger ook nog toe. Ik zal ook nog de oudere admins daar ook nog bij nemen. Naar Shifty toe, naar Dookie toe, naar Puttermew toe en al. Yes, ik heb er altijd heel snel mijn stem verrokken. En nu met deze podcast wat ik had opgenomen samen met EXO, was het rustig. Heel, heel, heel rustig. En ik ga ook sowieso zeggen wat er ook wel is gezegd geweest ook in de podcast, richting ook de admins toe. Sorry admins. Ik ben de laatste tijd ook mijn eigen niet. En dat weet ook mijn vriendin ook heel goed, dat ik mijn eigen er ook niet ben. Mijn vriendin staat ook aan de zijdekant van Dimitri, dat doet je best niet, of Dimitri, dat is iets te privé. Ik luister ook dan naar haar toe, want ik was al aan het deze vlog volledig al in elkaar al aan het steken, mensen. Maar toen hebben ze gezegd van Dimitri, zet dat maar beter maar niet online. Want je gaat problemen krijgen met die personen, met die personen, met die personen die ik heb daarin heb vermeld. Je gaat heel veel haatberichten krijgen en al. Richting mij dan toe. En daar ga ik mij ook dan in beschermen. Dus, nogmaals, sorry EXO, dat de vlog wat wij in elkaar hebben gestoken van de podcast niet is online is gekomen. Dus bij deze. Ik ga nu ook de vlog ook beëindigen, want het is nu ook al 9 uur 's avonds. Dus ik ga nog wat tv kijken. Nog een paar dingetjes doen. De vlog nog in elkaar steken. En dan ja, zit de dag er weer al op. En morgen staat er weer al een hele leuke dag op de planning. En ga ik ook wel kijken als ik ook leuke content kan maken. Misschien ook behulp van mijn vriendin die ook misschien iets weet van oh, dat kunnen we misschien wel samen doen. En daar kun je wel content mee filmen en al. Dan gaan we dat ook doen. Maar dat wordt dan ook allemaal besproken. Dat kan misschien morgen zijn, dat kan misschien volgende week zijn, dat kan misschien over de maand zijn. Dat weet ik niet. Maar ik ga daar ook heel veel overleg mee doen, ook met mijn vriendin en al. Ook eens overleg doen, ook met mijn admins. Hoe en wat dat ik ook eens kan doen, bijvoorbeeld op een vrijdag, als ik echt een volledige vrijdag vrij ben. Dus niet met gesprekken van OCMW open thuis, dat niet op de planning staat. Dus kan ik wel eens iets heel leuks ook voor jullie dan maken. Voilà. Ik hoop dat jullie dit, hoe moet ik het zeggen, niet kwalijk nemen. Ik bescherm mijn eigen daarin. Ik bescherm nog andere mensen
daarin, wat ik ook heb vermeld in mijn podcast. Dus nogmaals, sorry dat het niet online staat. Voor de rest, ga ik ook nog even komen vermelden wat ik ook nog vandaag heb gedaan, ook op het werk. Dat is paletten bij gaan halen die in de machine inrijden. Ah nee, de paletten eerst openmaken, dus de plastic er ronduit doen, inscannen, dat we daar, dat die palet bezig is, dat dat working in process is. Dus dan, en dan die palet moet ik dan inrijden in de machine. Daarna moet ik de machine dan ook opzetten, moet ik de dozen opensnijden, moet ik die bussen uit de dozen halen, die andersom in de doos zetten. Dan gaat dat verder naar de volgende machine toe, die haalt die bussen opnieuw eruit, die zet op een andere band. Gaat dat door naar mijn andere collega toe, die stickers er moeten aftrekken. Daarna gaat dat door in de stickermachine, waar de nieuwe stickers dan op komen te staan. Daarna gaat dat door naar de volgende machine toe, waar die de bus dan terug per 4 wordt opgepakt, terug in de doos wordt gezet. Daarna gaat dat door naar de volgende machine. Die doos wordt dan toegeblazen en dan toegeplakt. En daarna gaat dat door op een weegschaal om te kijken als de inhoud ook klopt. Daarna gaat dat door naar de volgende bestickering voor de doos. Daarna gaat dat door naar de volgende machine, waar die doos dan wordt opgetild en terug wordt gestapeld op een palet. En dan, als die palet volledig weer al af is, moet ik die palet dan gaan uithalen, dan op de middenplein zetten, waardoor dat mijn andere collega die dan kan afmelden dat die palet klaar is en die dan nog kan gaan inwikkelen en in de magazijn gaan zetten voor klaar voor de klant te komen halen. Dat was dus mijn taak en mijn collega's zijn taken. Voilà. Ik weeg daar echt ook heel graag en dankjewel ook Globachem om mij die kansen ook te geven en al. Ze zijn daar echt trots op mij dat ik weer al een hele mooie dag en een mooie productiedag ook heb neergezet. Dus dat er veel verzet is geweest en al. En dat ik ook redelijk rap aan het aanleren ben. Voilà. Met deze ga ik nu wel de vlog beëindigen. Ik hoop dat jullie niet boos zijn op mij, dat er geen podcast is weer is gekomen. Maar dus, ik heb het voor de eerste keer nu gedaan, voor toch eens te proberen. En het is een klein beetje mislukt. Maar er zijn nog kansen. Er komen nog dagen die ik nog een keer eens kan pakken en nog een keer eens kan proberen. Dus, ik ben ermee bezig. Ik ben er ook mee aan het werken voor eens een mooie podcast ook eens neer te zetten, ook voor jullie kijkers. Goed? Oké. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om op belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. De meeste livestreams die gaan door, dat weten jullie, op zondag 19 uur tot 22 uur. Maar, dat kan soms ook wel eens vroeger zijn. Ik probeer altijd 3 uur te livestreamen. 3 uur. Als ik aan die 3 uurtjes heb gezeten, dan stop ik ook onmiddellijk met de livestreamen. En dan zit mijn dagje dan toch ook op. Kan wel eens zijn dat het soms iets langer is dan 3 uren. Als bijvoorbeeld een missie nog moet afgespeeld worden. Of als ik nog bedankjes of zo aan iemand wil geven of zo. Dan kan dat wel eens even wel langer duren dan een 3 uurtjes livestream. Maar ik probeer op die 3 uur ook te houden. Dan nog één ding wat ik ook nog wil vertellen, ook over de livestreams, is: kijk, ik heb hier ook een huisreglement. Een huisreglement waar ik ook moet naleven. Dus om 22 uur moet het hier ook stil zijn. Er kan nog eens wel eens geschuifd zijn met een stoel, een tafel, noem maar op. Mag je nog altijd wat rondlopen, dat wel. Maar ik heb een luide stem, mensen, dat weten jullie ook. Dus bij mij is het dan opgelegd om 22 uur gewoon stil te zijn. En kan ik dus ook niet verder livestreamen. Dus alsjeblieft mensen, heb die begrip. En bijvoorbeeld als ik eens om 8 uur dan begin, dat jullie dan niet moeten gaan beginnen te zeggen, ja, dan moet je wel live blijven tot 23 uur. Dan ben ik een uur hier iets verkeerds ook al bezig op mijn appartement. En dan verbreek ik hier ook een regel in het reglement, wat ze mij hebben opgelegd.
Ik heb hier nu opnieuw kansen gekregen om hier te blijven wonen, hier in deze appartementsblok. Maar jullie weten ook, er zit nog sowieso nog een verhuis aan te komen. Voilà, bij deze. Dankjewel en ik zie jullie allemaal morgen terug. Tot later. Yo, 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 yo.